Ik wil iets vertellen over het project Adem voor Veiligheid. Dat gaat over hoe we Nederland in de toekomst moeten inrichten om te gaan met klimaatveranderingen. Op dit kaartje kun je zien welke delen van Nederland gevoelig zijn voor zeespiegelstijging. Dat is het blauwe gebied. En als we verwachten dat de zeespiegel een meter omhoog gaat, misschien nog wel meer in de toekomst, ja, dan moeten we toch wat gaan doen. Nou, wat wij willen eigenlijk is om te gaan bekijken van hoe we Nederland dan opnieuw kunnen gaan inrichten. En we willen graag daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Nou, hoe doe je dat? Door op simpele manier te gaan kijken van ja, wat kan je doen? En wij denken daarbij om een kaart van Nederland te gaan pakken en mensen klei te geven en te vertellen van nou, beeld je nou eens in dat die zee 5 meter of wat minder omhoog gaat. Waar moet dan Rotterdam komen te liggen? Is dat hier of is dat een stukje verder? Moeten we een extra dijk in de zee gaan maken? Nou, we willen dat in verschillende sessies gaan doen. En we hopen dan ook dat er hele nieuwe en innovatieve ideeën voor de inrichting van Nederland uit gaan komen. Dus die kaart hoeft niet bij helemaal te kloppen nu. Als er maar wat dingen op staan die we op de agenda hebben. Nee, maar je moet wel vanuit de visie werken. En als een visie is of ik neem een terp of ik denk dat ik het kan met een dijk. Maar we hebben de visie. Ik kan niet en die dijk gaan ophogen en ook nog op terp. Ja, dat slaat dus nergens op. Al onze oude polders zijn door particulier initiatief ontstaan. Ja, de kloosters. Dat is begonnen. Dan misschien die barrièrepark is niet de overheid. Ja. Als wij datzelfde systeem toepassen bij die eilanden voor de kust, hoeft het niks te kosten aan de overheid. Vergunning geven. Dus jij denkt dat het betaalbaar is eigenlijk, dit soort dingen? De opbrengst van die eilanden is enorm. Okay. Want die grondwaarde is heel groot. Klopt, het wordt nog veel schaarser hierdoor door dit grapje. Dus jullie zeggen dat is zo. Dit zijn experimenten nog. We gebruiken verschillende methoden om de kennis van mensen te gebruiken voor de inrichting van Nederland. We hopen eigenlijk dat we na dit eerste jaar, want we zijn pas een jaar bezig, een soort vervolgtraject in te gaan. Waarbij we ook met meerdere partijen gaan samenwerken. Wat je namelijk ziet, is dat met name zeg maar, de samenwerking tussen waterbeheerders en mensen die in de ruimtelijke ordening werken, dat dat nogal ver uit elkaar ligt. En dat zijn juist twee velden die we graag bij elkaar willen integreren met een duur woord. En in die zin zoeken we ook heel erg samenwerking met andere leven met waterprojecten. Projecten die dus iets meer in de ruimtelijke ordening doen, iets meer met het bestuur van Nederland doen. Dat zijn allemaal namelijk aspecten die je nodig hebt om te gaan met waterveiligheid, noem ik het dan maar even. De veiligheid van Nederland onder klimaatverandering. Ik wil dus de natuur in de uiterwaarden, maar daarvoor wil ik dat dus ontwikkelen, want nu lijkt het natuurlijk al nergens op. Maar daar heb ik wel uw toestemming voor nodig, mevrouw de burgemeester. Waar is die natuur dan voor nodig? Nou, er zitten hele zeldzame soorten. En die worden een beetje weggepest door al die paar jongens die daar de hele tijd zitten. Dus ik wil eigenlijk liefst een natuurgebied waar zij niet in mogen. Hey, Kut. Hallo. Hoe is die? Geweldig. Ja. Hey, leuk dat jij weer terug bent. Je bent net op tijd terug. Ja, vermoeiende reis. Ja, jij hebt niet een beetje last van een jetlag? Ja, zeker. China is een eind weg natuurlijk. Weinig slaap, maar heel leuke bijeenkomst geweest. Chinezen zijn zeer geïnteresseerd in de leven met watergedachten. Zo. Ja, dat vechten tegen de Yangtze, dat is natuurlijk een hopeloze zaak. Je moet ermee leren leven. Hey, maar je hebt hier een geweldige maquette, maar ik denk dat die Yangtze nog even wat groter is. Ja. Die schaal van Nederland moet je helemaal loslaten, maar de filosofie van leven met water die kun je wel degelijk daar kwijt. Precies. En waar ze in geïnteresseerd zijn met het project Waalwilde, wat we hier in Nederland dan doen, is hoe kunnen we met lokale partijen, die hebben allerlei goede ideeën, want die mensen die wonen en die werken daar langs de rivier, die hebben vaak een heel goed beeld wat ze met die rivier zouden willen. Die twee werelden van de academie, van hoe werkt het watersysteem, dat laten landen in de praktijk van wat kun je er nou mee in het dagelijks leven. Dat is natuurlijk een heel interessant samenwerkingsveld. En kun jij je voorstellen dat wij over 2 jaar zo'n maquette van de Waalde, een maquette van de Yangtze hebben in Wuhan? Zullen wij een afspraak maken volgend jaar? Volgend jaar al? Ja, ik kom terug uit China en daar hebben we dus afgesproken dat de Waalwilde maquette, dat we die voor een gedeelte voor de Yangtze gaan doen in de omgeving van Wuhan. Zo, leuk joh. Ja. Hartstikke goed. Ja. En dat is nou even spannend om te kijken hoe dat dan verder zijn gevolg gaat krijgen. Maar we willen in ieder geval met de ondernemers uit Nederland die zich bezighouden met dat leven met water, drijvende huizen, dat soort dingen, willen we naar China toe met de academische wereld, de professoren watermanagement. Zo. En we willen ook zeg maar de NGO's, het Wereld Natuurfonds. Ja, ja. Nou, die twee partijen die willen we matchen. China, Nederland. En dat wordt één grote happening, à la dit. Maar dan moeten wij nog wel een contract sluiten, jongen.
Ja, nou, ik denk dat leven met water dat niet alleen aan kan. Dit project heet Sim Land and Waterscape. Wat is het? Je moet het vergelijken met een soort Sim City voor de praktijk. Dus de overeenkomst met Sim City is dat het te maken heeft met software. En dat je toekomsten kan bouwen, 3D toekomsten, maar ook economische informatie zit erin van gebruik, landgebruik. Hè. Je moet denken ook aan een soort subregionaal toepassingsniveau. Het verschil met SimCity is dat het niet een spelletje is wat kinderen spelen en waar allerlei dingen gebeuren met een ruimte, maar dat het om een serieus gebied gaat. Dus het zijn serieuze gebiedsprocessen die je met deze software kan ondersteunen. Dus serieus spelen met ruimte en water. Dat is het idee. Wat hebben we in onze belevingsruimte gemaakt? Dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is een soort universum experience. Er is een 360 graden animatie gemaakt die te maken heeft met overstromingsbeelden, stormen, ook enorme droogte en daarna natuurlijk hoe het allemaal weer goed komt. En als dat achter de rug is, dan geven wij een presentatie van wat is het probleem, wat kan je met het instrument en hoe werkt het.